Welkom bij een Vrede Reeds Gewonnen. Vandaag hebben we de eer en het genoegen in gesprek te zijn met Renate Tillema. Renate, jij bent medisch professional, dokter, gespecialiseerd in de psychiatrie. Ja. En je hebt een eigen praktijk. Klopt, ja. Met eigen patiënten. Ja. En ik wilde vandaag een aantal zaken met jou bespreken. Mm-hmm. De aanleiding was eigenlijk de volgende. Ik las een artikel over de psychische nood die jonge mensen ervaren tijdens de coronacrisis. Ja. En ook wel door de coronacrisis. Mm-hmm. En ik vroeg mij toen een paar dingen af. Hoe zit dat dan met de volwassenen? Mm-hmm. Ervaren die de druk niet? En hoe vertaalt zich dat naar de praktijk? Ja, want dit is een onderzoek gedaan onder een paar duizend jongeren. En dan is het altijd heel interessant om wat empirisch onderzoek te gaan doen en te vragen aan iemand die een eigen praktijk heeft. Wat zie jij? Dus vandaar de vragen. Wat denk jij over de psychische druk van de coronacrisis op eigenlijk alle mensen in de samenleving? Niet alleen de jongeren. Ja. Maar ook wat zie jij in je praktijk? Ik denk als ik in eerste instantie kijk naar wat de eerste vraag, de algehele samenleving. Ik denk dat al anderhalf jaar heel veel psychische druk en ook chantage wordt uitgeoefend op mensen. Waardoor ze in een soort angsttoestand zijn geraakt. En wat je ook ziet is dat mensen eigenlijk verdeeld worden en tegen elkaar opgezet. En dat zorgt voor heel veel stress. Chronische stress, waar we met z'n allen nu wel in zitten. Je bedoelt, je zegt verdeeldheid en chantage. Mm-hmm. Chantage tot wat? Als jij niet doet wat ik zeg, wat je moet doen, dan heeft dat een gevolg. In dit geval, als jij, uiteindelijk zijn we daar toe beland. Hè? Als jij het vaccin niet neemt, dan gaan we je buitensluiten. Ja. Dat is emotionele chantage. De splitgedrag, in psychiatrische termen. Splitgedrag. Ja. En, maar de overheid zal daarop reageren met de opmerking, ja, maar we doen dat voor de volksgezondheid. Ja, ja. Ja, precies. Dat is voor u en mijn, voor jou en mijn bestwil. Je doet het om je oma te beschermen. Ja, ja. Alleen samen krijgen we corona onder. Ja. Dus er wordt, zij verdelen door eigenlijk te hameren op samen. Ja, en dat is heel sluw. Zo paradoxaal wat ze nou doen. Hè? Dus dat in feite, als je het dan dus niet doet, dan ben jij ook schuldig aan het overlijden van oma of opa. Mm-hmm. En daarmee doe je eigenlijk het ergste wat je kunt doen als mens naar een ander mens toe, is een schuldcomplex aanpraten. En dat is ook wat ze met de jongeren hebben gedaan. En nog steeds zo. En zijn die jongeren daar extra gevoelig voor ten opzichte van volwassenen? Natuurlijk, die zijn wat dat betreft zeker gevoelig. Want die hebben nog niet zozeer die eigen identiteit ontwikkeld. Hè. In die jaren, ook met name de puberjaren, ben je bezig met wie ben ik? Hoe wil ik zijn? Wat is mijn seksuele identiteit? Wat is mijn identiteit überhaupt? Wat vind ik belangrijk in het leven? En naarmate je ouder wordt, adolescent, volwassenen, kristalliseert zich dat steeds meer uit. En daar heb je dus in feite dat je mensen die daarmee bezig zijn al een bepaalde richting instuurt. Ik hoorde iemand die zei, als je je niet laat vaccineren, die zei dat dan in een verjaardagssetting, dan ben je eigenlijk net zo erg als iemand die dronken in de auto stapt. Ja, dat vind ik dus niet vergelijkbaar. Maar wat doet dat met iemand als hij op een verjaardag in zo'n gesprek belandt? Want heel veel mensen belanden binnen gezinsstructuren, binnen families, in dit soort gesprekken. Ja, ja, en dat geeft eigenlijk aan hoe gebrainwashed degene is die de uitspraak doet. Die denkt niet meer helder na, die vergelijkt appels met peren. Hè? Want ik bedoel, als je dronken een voertuig instapt, dat is wat anders dan wanneer jij vanuit gezondheid zou moeten zeggen, ik moet me nu door middel van alleen een vaccin, wat nu nog eigenlijk in onderzoek is, hè, tot 2023, zou ik alleen maar beschermd zijn en daarmee ook de ander beschermen. Alsof je al met jouw eigen gezondheid een potentieel wapen bent voor de ander.
En dat is niet te vergelijken met elkaar. Waarom voelen mensen, want dat is mijn ervaring, mensen die een vaccin hebben gehad. Ik heb het idee dat hun onderbewuste weet dat ze dat hebben gedaan omdat ze zich hebben laten chanteren. Ja. Ze willen niet de moeite nemen om te kijken wat de alternatieven zijn. Of de moeite nemen om na te denken over wat zeg gewoon, de overheid doet het beste voor de mensen. Ze stonden vooraan om altijd af te geven op de overheid als ze ook maar een halve beweging maakt. Mm-hmm. Maar ze staan nu allemaal van, maar de overheid regelt dit. Maar is het niet zo dat de overheid deze crisis heeft veroorzaakt terwijl ze dat in 2018 of 2016 met H1N1 of de griep, zware griep, ook hadden kunnen doen? Of gaan ze dat nu ook doen met de griep? Want als je influenza hebt, er waren heel veel influenza-doden. Ja, dat klopt. Als jurist heb ik gezocht, kan ik iemand vinden die dood is, een nabestaande van iemand die overleden is in 2018 aan de griepepidemie? Ja. Die net zoveel doden kende als de corona-pandemie / epidemie. Ja. Want toen heeft de overheid niet ingegrepen. Nee. Men is toch verder gegaan met bezuinigen. Want dat is eigenlijk wat het ook aangeeft. Hè? Ook die crisis op de IC's is het al jaren dat de mensen overbelast zijn en dat er te weinig capaciteit is. Plus zitten wij met een, ook wat er ook al decennia bekend is, met een geboortegolf van de mensen die er nu aan gaan komen, van mijn leeftijd, die zijn eigenlijk, maken die onderdeel uit van de dubbele vergrijzing. Hè, dus er komt een hele hoos aan mensen die ouder worden en die ouder of 80 worden, dus daarmee weer opnieuw kwetsbaar. En dat weet men ook, maar toch heeft men daar niet op geanticipeerd. Nee, want je zou eigenlijk kunnen verklaren, als er nu meer overlijdens zijn, dan is dat in overeenstemming met het feit dat die bevolkingslaag van de babyboomers best breed is. Ja, precies. En dus laten ze ook hogere aantallen overlijdens nu zien in de komende jaren. Ja, naast dus, natuurlijk dat je waarschijnlijk toch uitgestelde overlijdens hebt, denk ik. Doordat er natuurlijk vorig jaar in die lockdown zijn geweest. Dus er zijn veel minder contacten geweest tussen mensen. Dus ik kan me voorstellen, als je mensen ook nog langer opgesloten hebt, hebben minder weerstand gekregen. Ze gaan nu weer de deur uit. Ja, dan wil het alsnog wel natuurlijk. Ja. Denk jij dat deze medische situatie misbruikt wordt door de overheid? Ja, dat weet ik wel zeker, ja. En niet alleen door de overheid. Ook door wie nog meer? Farmaceutische bedrijven. Ik zie het ook sowieso op individueel niveau dat het tegen mensen gezegd wordt, door kinderen tegen ouderen. Nou, wij komen maar nu even niet, want wij willen jou niet meer besmetten of wat dan ook. En intussen zit die ouderen wel alleen thuis en hun kort naar contact met zijn of haar kinderen. En dus eigenlijk wel die ouderen nu nog geeft aan kwaliteit van leven, pakken wij die mensen ook nog af. En dat zie je ook bij de jongeren. En jongeren die zich nu nog moeten ontwikkelen door een gezonde volwassene, worden in een soort keurslijf gedrukt, waarbij je uiteindelijk over 10 jaar weer de gevolgen hebben. Ik denk dat heel veel mensen die kritisch zijn op coronamaatregelen, mm-hmm. dat die het soms te zwaar hebben. Dat iedereen krijgt op het moment dat het de informatiestroom aan leugens en misleidende propaganda. Beelden die ze zien over demonstraties, et cetera. Ja. Dat het soms, dat het te veel negativiteit is voor ze. Wat zou jij adviseren aan mensen die in een minderheid zijn, die zich bedreigd voelen, in de verdrukking voelen, maar toch graag hun rug recht willen houden? Hoe doen ze dat het beste? Nou, het beste is contact met elkaar zoeken. Discussies zou ik niet meer aangaan na 1,5 jaar als mensen er nog steeds van overtuigd zijn, want dat het vaccin het enige middel is waarop je gezond kunt blijven. Dan is dat de keuze van die mensen zelf, prima. Maar maak daar niet anderen verantwoordelijk voor. Dus ik denk die verbinding zoeken met elkaar. Kijken waar haal je positieve energie uit. En helemaal stoppen met naar de media te kijken of naar het journaal of wat dan ook. Of de hoop hebben dat die nog gaan veranderen. Dat zou ik niet meer doen. Dat is alleen maar negatieve energie.
Kan je er ook positieve energie uit halen om juist bijvoorbeeld de media dagelijks te blijven aanschrijven? Je zou ook het NOS-journaal kunnen volgen en iedere dag opschrijven wat ze allemaal verkeerd berichten. Ja, ik denk dat dat toch op een gegeven moment wel aan mensen gaat vreten. Dat is net alsof je tegen een muur aan blijft schoppen. Mm-hmm. Ik zou eerder zeggen, ga het gewoon lokaal verbinden. Zoek het contact met elkaar. Ja, kijk wat je voor elkaar kunt doen. Ben er voor elkaar en vang ook andere mensen op. En ga eens even buiten al die mediakanalen om. En als er dan juridische maatregelen volgen, hè, dat je dus, weinig mensen weten dat, maar het was een advies om met niet meer dan 2 mensen samen te komen. In principe kon het gewoon met veel meer mensen. Het was een advies van de overheid. Ja. Maar als dan vervolgens een agent komt die denkt dat het wettelijk is en die zegt, jullie moeten uit elkaar. Mm. Heb ik meegemaakt. Yes. Vervolgens wordt er geen boete gegeven, want het OM weet wel degelijk van, ja, we kunnen hier geen boete voor geven. Ah, ja. Maar in de tussentijd is wel die bedreiging van een niet wetende politieagent is wel bij jou thuis geweest. Ja. Of aangebeld, want de buren hebben geklikt. Ah, ja. En dan wordt er gezegd, jullie moeten nu uit elkaar. Ja. En dan doen mensen dat maar, want ze zijn toch conflictmijdend. Ja, precies. Terwijl er geen wettelijke basis is, maar die politieagent weet het ook niet. Nee, de politie weet heel weinig, de politie op straat. Maar die bedreiging is voor mensen natuurlijk heel beangstigend. Dat klopt, ja. Ja. Maar toch, ik denk dat angst daarbij, ja, angst kun je voelen, mag je ook voelen. Maar ik denk als je eenmaal toe gaat geven aan die angst en daardoor in de vermijding schiet, dat het alleen maar erger wordt. En dat de ander steeds grenzelozer wordt. En eigenlijk steeds meer ruimte gaat innemen. En dat is eigenlijk wat jij persoonlijk ervaart met de inspectie. Ja, precies. Dat is eigenlijk zeker persoonlijk, ja. Die willen jou eigenlijk monddood maken en daarom gaan ze je iedere keer een klein beetje duwen. Ja, en dan is het de eerste keer belden ze nog op. Toen zei ik van nou, doe het maar schriftelijk. Want dan weet ik tenminste waar ik op antwoord. Vooral omdat ik toen nog erg hoog ook in mijn emoties zat. Dat hebben ze ook gedaan. En dan gaat het over bepaalde meningen die ik heb. Dan gaat het over bepaalde uitspraken die ik gedaan zou hebben. En die dan anoniem gemeld zijn. Door iemand, deze of gene. Dat is tot 2 keer toe gebeurd. En de derde keer is nu dat ik dan zou moeten verschijnen in Utrecht voor een commissie van 3 personen. Omdat ik een inmiddels ex-patiënt van mij geadviseerd heb om nog in elk geval even te wachten met het vaccin. Vanuit jouw medische overtuiging? Vanuit mijn medische overtuiging. Combinatie van medicijnen? Ja, combinatie van ziektebeelden, medicijnen en de ervaring in mijn eigen praktijk van dat mensen toch behoorlijk ziek kunnen worden als ze de vaccin nemen. Ja. En dan op de IC ook terug kunnen komen. Ja, we hebben dat soort gevallen gezien. Het uitvallen van hersencapaciteit, et cetera. Het schijnt veel hoofdpijn. Dus de hersenen worden geraakt, mm-hmm, in ieder geval. Want ja, je hoofdpijn komt niet zomaar ergens vandaan. Nee. Heb jij daar een verklaring voor? Waarom is dat bijwerking nummer 1 hoofdpijn? En bijwerking nummer 2 hartfalen? Ik heb daar geen verklaring voor. Omdat ik... Ik weet niet goed wat er in al die vaccinaties wat daarin zit. Waarom weten we dat niet? Nou, ja, dat is een goeie. Kijk, er zijn natuurlijk wel mensen die die vaccins hebben onderzocht en dan met stoffen komen zoals formaldehyde. En formaldehyde is een stof wat gebruikt wordt om lijken, hè, als je naar de snijzaal gaat, dan al die lichamen zijn geconserveerd in... Geconserveerd. Geconserveerd, ja. In die stof, dat stinkt enorm, hè. En dat is dus niet gezond. Laat staan dat je dat nog een keertje ingespoten krijgt. Of grafeenoxide, dat is ook zo'n spulletje. Dus ja. Nanodeeltjes aluminium zitten erin. Ja, nou ja, aluminium is kankerverwekkend, hè. Het zat vroeger ook in Oedrex, dat soort spul. Dus ja, ik zet daar dan toch mijn vraagtekens bij. Dus ik denk dat het waarschijnlijk een soort immuunrespons is, wat met name dan ook in de hersenen zeker kan plaatsvinden. Je ziet ook mensen helemaal schuddend, hè? Zie je ook van die filmpjes voorbij komen. Ja, het lijkt mij toch dat het zenuwstelsel helemaal ontregeld raakt. Dus dan wil jij als psychiater voorzichtig zijn met jouw patiënten. Ja, zeker. En dan word je door de inspectie benaderd. Ja, ja, terwijl de inspectie denk ik toch hele andere problemen heeft waar ze zich druk over zouden kunnen maken. Zijn zij dan ook op een spoor gezet door deze massahysterie?
Echt om alleen heel kritisch te zijn naar mensen die nu kritisch zijn op corona? Alsof dat een soort de heilige, dat vaccin de heilige graal is van, voor het oplossen van al onze problemen? Of is het een afleidingsmechanisme? Wat is er aan de hand? Ik denk dat zij artsen die een ander perspectief hebben, een ander narratief en van mening zijn dat wij een gezond lijf hebben met een goede immuunrespons, dat we dit virus daarmee ook de baas zouden kunnen. Hè? Het gaat met name om mensen die al verzwakt zijn door voedingstekorten of al kwetsbaar zijn omdat ze meerdere aandoeningen hebben. Dat ze die artsen die dus een ander verhaal vertellen, dat ze die expres monddood maken. Ja. Ja. Om één, en dat wordt dan ook in een brief naar mij geschreven. Je moet je houden aan de beroepscode en de richtlijnen van de beroepsvereniging. En dat betekent dat we allemaal hetzelfde verhaal naar buiten moeten vertellen. Ja, dat kan ik niet. Ik heb ook een eed gezworen. En als ik zie dat het schade oplevert voor mijn patiënten, dan kan ik daar niet in meegaan. Dan kan ik me niet meer in de spiegel aankijken. Misschien zou het raadzaam zijn voor de beroepsvereniging om nog eens een keer naar de film 1917 te kijken. Mm-hmm. Waarin er een officier in de veronderstelling is dat hij het juiste doet. En bereid is om een heel leger een muur over te sturen. Terwijl dat een valkuil is van een ander. Van de tegenpartij. En dat één iemand die de juiste informatie brengt. Ja. Dat kan al het verschil maken. Ja, soms precies. Moet je naar één afwijkende mening luisteren omdat iemand andere informatie heeft. Ja, en dat heeft ook te maken met het toch niet pluisgevoel. Hè? Zoals ik ook altijd in mijn opleiding getraind ben van luister naar je gevoel. Is het pluis of niet pluis? En dat gevoel, dat is al een paar jaar zo dat ik merk van hey, het is gewoon niet pluis wat hier gebeurt in de zorg. Ja. Bedoel je dan Het vreemde fenomeen dat er wordt gesproken over zorghelden en de IC-belasting. Ja. En we moeten dit doen en we moeten dat doen. En allemaal een spuiten nemen waarvan we niet gaan vertellen wat erin zit. En Ernst Kuipers die de cijfers niet geeft, van gespecificeerde cijfers niet wil geven. Over dat klopt natuurlijk toch wel niet. Dat is natuurlijk eng. Dat is natuurlijk eng als iemand zegt van, ja maar dit zijn de cijfers. En dat je zegt, mag ik ze dan gespecificeerd zien? En dan krijg je ze niet. Ja, dat is heel... Dat bevestigt het niet-pluisgevoel. Precies. Anders, als je niks te verbergen hebt, dan geef je dat toch gewoon... Dat zeggen ze ook tegen mensen. Als je nu je QR-code en je identificatie... Je hebt toch niks te verbergen? Ja. Maar degene die dat roept... Hè, dat is heel slim opgezet. Ja. Ze roepen tegen de ander wat ze zelf niet doen. Maar waarom vinden mensen dat zo moeilijk om dat te accepteren? Dat hun overheid misschien een onbetrouwbare partij is? Nou ja, ik denk natuurlijk omdat we met z'n allen gewoon in een systeem geperst zijn als kind al. Hè, waar je mee moet doen of je valt buiten de boot. Ik bedoel, ik heb dat als 13-jarige heel duidelijk zelf ook bedacht. Van ik kan of nu meedoen en me maar conformeren aan het hele middelbare schoolsysteem en het uitzetten die tijd. Of buiten de boot vallen. En dan krijg ik nooit mijn vrijheid die ik zou willen. Ja, ik wist wel toen al als 13-jarige, want die vrijheid zit hem erin dat ik eerst meedraai in het systeem, financieel onafhankelijk word voor zover dat kan en we niet afhankelijk blijven van de banken. En dan kan ik mezelf zijn. Maar ja, dat betekent wel de hele tijd dat ik mijn eigen identiteit opzij moest zetten en maar conformeren en maar slikken. En vooral niet te veel zeggen wat mijn mening is, dat was toen al. Zijn de mensen die nu kritisch zijn ten aanzien van coronamaatregelen, zijn dat mensen die altijd al een beetje de buitenbeentjes zijn geweest? Ja, of gewoon mensen die nadenken, hè? Zou je het ook kunnen noemen. Kijk, ik ben natuurlijk vanuit de generatie waarvan de ouders nog de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Hè? Mijn ouders waren toen kinderen. Mijn moeder was toen de leeftijd van 7 tot 12. En die heeft toen echt wel het kwaad in de ogen gezien. En ik ben opgegroeid met het idee van, nou, er zit niet veel goeds in de mensen. Nou, ik heb dat omgedraaid. Ik denk dat er wel goede mensen zijn, maar dat er ook kwade mensen zijn. Die van het goede pad afgedwaald zijn. Zijn dat mensen die makkelijker naar hoge posities reiken? Ik denk wel dat die erg gestreeld worden door macht, ego, hebzucht. Jammer genoeg, ja. En zelfs genoegen scheppen uit het kwaad doen van een ander?
Ja, nou ja, ik denk wel dat dat mensen zijn die inderdaad... En dat begint nu al heel klein. Hè, met, als ik bij mijn vader kom en ik heb geen mondkapje op, dat ze meteen me... Wat bedoel je nou? Ik bedoel, onbeschofte, respectloze gedrag naar de ander. Wat maakt dat diegene die tegenover mij staat op deze manier mij zo moet benaderen? Terwijl ze mij niet kent, niet mijn naam niet weet. En toch blijkbaar iets heeft van, nou, hier ben ik. En ik, jij bent van mij afhankelijk, want jouw vader zit hier. Zover zijn ze dan. Dat is wel zo. Ik ben afhankelijk van haar zorg, indirect. En zich dan zo respectloos durven te gedragen. Dan denk ik van, ja, ik denk dat er best sommige mensen zijn die daar, die waarschijnlijk misschien op een andere manier onderdrukt worden, maar dan op die manier hun macht laten zien. Er worden nu heel veel mensen uit een uit een bepaald opleidingsniveau, die worden opgeleid tot BOA. Ja. En die worden bekleed met macht. Ja. Hele gevaarlijke ontwikkeling, denk ik. Wel bevoegd, misschien niet bekwaam. Ja, dat denk ik wel zeker. Maar in de tussentijd gebeurt er niets aan het overeind helpen van de zorg. Want zeggen ze, ja, dat duurt heel erg lang. Nee, daar wordt geen ene vinger aan uitgestoken. Helemaal niks. En dat is al jaren zo. En dit is wat ik al eerder ook in een andere interview aangaf. Dus het is een gecreëerde schaarste. Maar waarom spreken de zorghelden zich niet uit met de opmerking, als wij zulke helden zijn, waarom krijgen we dan niet is een keer aflossing? Of niet eens per se meer geld, maar een andere beloningsstructuur dan dat er nu is. Ja. Er wordt voor ons geklapt op straat, maar daar hebben we natuurlijk niks aan, want wij gaan naar ons werk. En ook mensen uit de zorg, die dus zich in blijven zetten voor mensen, maar met een andere mening, die gelden dan niet als zorghelden. Ik blijf maar niet, nee. Rob Elens is hard aangepakt. Ja. Mensen die durven zeggen dat ivermectine zou kunnen helpen. Of dat een gezonde levensstijl zou kunnen helpen. Ja, ja. Terwijl dat wel vastgesteld wordt door Belgische wetenschappers. Ja. Die dus aangeven dat gezonde mensen, mensen met een gezonde levensstijl, dat die eigenlijk veel sneller herstellen. Van, dat is ook logisch. Ja, dat is gewoon logica. Dat zou logica, maar goed, dat moet dan bewezen worden. Dan wordt het bewezen. Ja, ja. En dan krijg je natuurlijk allerlei memes voorbij in de vorm van dat de ironie van 2021 was dat je een gezondheidspas nodig hebt om bij de McDonald's te kunnen gaan eten. Ja, precies. Straks zal ook wel wegblijven. Ja, ja. Nou goed, mensen die daar genoeg uitscheppen moeten dat misschien af en toe doen. En ik heb ook wel eens gezegd, misschien door een ongezonde levensstijl train je ook je organen. Om terug te vechten tegen al het gif wat je erin stopt. Ja, maar goed, op een gegeven moment wordt gif natuurlijk te veel. Hè? Dan krijg je ziekte. Ja. Ja. En dat begint sluipend. Dat is nooit zomaar ineens. Is dat met virussen ook zo? Kunnen die alleen aangrijpen als je al jarenlang sluipend je eigen gezondheid ondermijnd hebt? Ik bedoel, het kan geen kwaad om een keertje ziek te zijn, want daarmee bouw je afweer op. En dat is wat eigenlijk nu al, wat ik heel sterk het gevoel heb, is dat wij in de samenleving terechtkomen waarin je gewoon niet meer ziek mag zijn. En dat is al jaren zo. Terwijl ik denk van ja, het was ook zo van... Maar dat is toch ook heel paradoxaal. Mensen mogen niet meer ziek zijn, maar aan preventie wordt niks gedaan. Nee. Nee, je gaat ze eerder opsluiten, de sportscholen sluiten en iedereen wordt tonnetje dik. Maar dat ziet men bij de overheid, dat zien de ambtenaren toch zelf ook wel. Ja, natuurlijk, maar dat weten ze ook. Maar dat is juist het tegenstrijdige. En figuren zoals Klaus Schwab, die dan de Great Reset voert, die dat willen gaan doen. Ja, als je dat boek leest, dan denk je, nou, het ziet er allemaal prima uit voor. Goed doordacht, leefstijl, natuur, bla bla bla. Wat ik daarvan gelezen heb. Als je de man moet praten, dan denk ik van ja, het is een volse schaapskleren. Ja. Ja, dus ja. Maar goed, dus en dan zie je eigenlijk dat heel veel van die bedrijven die nu ook meedoen, die maken onderdeel uit van het World Economic Forum.
En daar is de hele samenleving mee doordrenkt. En dat zijn denk ik met name de bedrijven die heel die QR-maatschappij op poten willen zetten. Dat je moet bewijzen dat je gezond bent. En op die manier die tweedeling tot stand brengt. Gaan mensen straks heel zenuwachtig over straat omdat ze bang zijn om iets fout te doen? Ja, maar dat is al de laatste anderhalf jaar. Dat is altijd al. Dat merk ik persoonlijk ook. En wat is nou een van de meest opmerkelijke dingen die je in je praktijk hebt meegemaakt? Of die je in het dagelijks leven hebt ervaren wat deze tijd anders maakt dan de tijd daarvoor? Nou, wat mij vooral opvalt is dat als ik als arts gewoon mijn werk wil doen, hè, daar hebben we het volgens mij net ook over hadden, en toch vraag aan mensen van, goh, denk zelf na, ik haal onderzoek uit, dat het dan de inspectie is die zegt van, dit en dat mag je allemaal niet zeggen, dus daar maken ze zich heel druk om. Hè, ik moet nu dan, zou dan voor een commissie van 3 personen moeten verschijnen. Terwijl als ik dan een moeder heb van toen de tijd 87 jaar, 88 jaar, die in een verpleeghuis terechtkomt, waar dus nu naar blijkt personeelsgebrek is, verloop van personeel, onervaren krachten, en ik er dus eigenlijk zo aantref met een blauw gelaat, niet aanspreekbaar, onder de medicatie. Ze is inmiddels overleden. Dan denk ik van, hoe kan het dat de inspectie zich hier niet druk over maakt? Want inmiddels bereiken mij ook verhalen dat dit blijkbaar normaal is in de zorg. Ja, dus je moeder was gevallen wegens... En dat gebeurt als mensen oud zijn? Nee. Zij was opgenomen in een kleinschalig wonenproject van een verpleeghuis. Dementerende. Maar ze wist wel nog goed dat ze daar niet wilde zijn. Ze had ook een heupfractuur. Dus ze was afhankelijk... van met transfer. Transfer wil zeggen van bed over naar rolstoel. Van bijvoorbeeld een tillift. Met zo'n tillift moet bediend worden door ziekenverzorgende. Daar is ze uitgevallen. Ze is uit het bed gevallen omdat ze op de een of andere manier toch lukte om eruit te komen. Dat is niet 1 keer gebeurd, maar dat is 4 tot 5 keer gebeurd. Ik heb het dus zo een keer aangetroffen. Maar daarnaast ook, ze had roepgedrag, want ze wilde er niet zijn. Dus ze kreeg neusspray om dat roepgedrag, midazolam, om dat roepgedrag, want dat was lastig natuurlijk te stoppen. Maar die neusspray die is waarschijnlijk veel te vaak gegeven, omdat je dan te maken hebt met onervaren krachten, althans dat is dan het verweer van het verpleeghuis. En dan zie je dus dat dit soort dingen gebeuren. Hè? Mensen die gestudeerd zijn, die kun je wel eten voorzetten of drinken voorzetten, maar die nemen niks meer. En ook als ze dementerend zijn, dan doen ze dat ook niet. Dus ze zijn eigenlijk ook nog eens aan het verhongeren. Ja, uiteindelijk is ze dus overleden. Is er dan nog wel sprake van zorg? Nee, dat is geen zorg meer. Nee. Maar is dat iets waar mensen aan moeten gaan wennen, dat ze het zelf moeten gaan doen? Nou, dit soort verhalen blijken dus al jaren zo te spelen. Maar dat komt niet naar buiten om de een of andere reden. En ik heb er echt over gedacht, ik neem haar in huis. Maar ja, hoe moet je iemand met een gebroken heup, die ook nog meer zorg heeft, nodig heeft, 24 uur per dag, hoe moet je die helpen? Hè? Want als ik dan had gezegd van nou, ik heb extra zorg nodig, dan moet iemand al terminaal zijn. En dan moet ze binnen 3 maanden, als ze moet overlijden, wil je dan die thuiszorg vergoed krijgen. En dat zou dan nog met 1 keer verlengd kunnen worden. En dan zou je recht hebben op een 24 uur thuiszorghulp. Is de zorg helemaal vastgelopen in regels? Ja, absoluut. Dat is wat je hoort. Ze zijn alleen maar met regels bezig. Ja, je zei net dat degene die bij de inspectie werkt, die komt bij het Openbaar Ministerie vandaan. Ja. Dus die leeft in een conflictgedachte. Die is gericht op opsporing. Ja, die heeft... Kijk, bij de vacatureomschrijving naar inspecteur voor medische specialistische zorg staat heel duidelijk, moet ervaring hebben in de zorg of dit of dat, hè? Maar deze mevrouw is voormalig officier van justitie. Heeft wat met medische wetgeving gedaan, maar heeft nooit in de zorg gewerkt. Ja, ja. Dan weet je nog van toet en op blazen. Hetzelfde als dat ik als arts zou kunnen zeggen, bij het OM gaan werken en nu ga ik criminelen gaan opsporen. Ja, daar weet ik ook niet van.
Dan kun je dat op zich leren. Maar het is wel opmerkelijk dat de samenleving moeite heeft om de complexiteit ook te organiseren. De complexiteit van alles waar we tegenaan zijn gelopen. Ja, maar we maken het gewoon complex. Doordat we overal een protocolletje voor opstellen. Ik bedoel, een protocolletje wassen, ik noem maar wat, medicatieverstrekking. Het wordt steeds complexer gemaakt. En gewoon simpele geesten die zeggen van, nou oké, ik wil die mevrouw gewoon een kopje koffie geven. Dat mag dan weer niet, want dat is een protocol corona actief. Het is potentieel gevaarlijk om dan iemand een kopje koffie te geven die dan even bij zijn moeder komt waken omdat hij stervend is en van verre komt. Ja. 20 jaar, 30 jaar geleden was het niet meer dan normaal. Hebben te veel McKinsey adviseurs en juristen zich gebogen over de zorg? Dat kun je wel zeggen, dat zou kunnen. Maar ik denk dat wij dat als zorgverleners gewoon hebben toegestaan. Dat zie je al. Mijn broer is huisarts. Ja. Ergens in de jaren 80 kocht hij met goodwill dan zo'n praktijk over. En dan woonde hij boven de praktijk en onder was de praktijk. Nou, de deur was open, patiënten kwamen naar binnen. Zijn vrouw nam de telefoon aan, was ook assistente, dus die kende al die mensen die binnenkwamen. Gewoon, niks aan de hand. Nu, 30 jaar later, werkt hij niet meer thuis vanuit huizen. Nee, hij werkt in een groepspraktijk. Hij heeft collega's, hij heeft assistentes, hij heeft een POA GGZ. Hij heeft een POA diabetesverpleegkundige. Dus hij is kunstmatig is het gecreëerd dat hij nu een soort ondernemer is. Terwijl hij daar niet voor in de wieg gelegd is. Nee, vroeger was hij een nuchtere huisarts. Maar nu is het een angstige man die denkt dat iedereen corona heeft en een vaccin moet krijgen. En wij, ons contact, ja, is vertroebeld. En is dat omdat hij ook een cultuurslachtoffer is geworden, denk je? Van een er steeds verder ingeslopen angstcultuur? Ja, ik denk dat angst besmettelijk is. Ja, ja dat zegt Mel Gibson, heeft dat in de film Apocalypto heel mooi laten zien. Hij zei, pas op voor angst, want het is besmettelijk. Ja, angst is zeker besmettelijk. Dat is natuurlijk interessant, want dan is dat, mensen zeggen dus dit is geen coronapandemie, maar een angstpandemie. Mm-hmm. Waar gaat dat dan naartoe? Want die angst wordt alleen maar groter. Ja, mensen gaan zich helemaal als het ware vastzetten aan hun eigen ideeën. Je ziet dat dan tot het zondebok worden de ongevaccineerden gemaakt en die worden in een isolement gebracht. Dus ja, als we zelf niet ingrijpen, de mensen zelf, en zichzelf niet vragen gaan stellen van waarom blijf ik mijzelf in die angst houden. Hè? Want bedoel, uit angst kun je uiteindelijk ook komen, want er is NOS-journaal om 8 uur 's avonds, wat eigenlijk alleen maar zorgt dat de mensen in die lage energie blijven. Zet nou eens die knop van die televisie uit, doe die telefoon weg en kijk nou eens gewoon naar buiten. En wat is er dan om bang voor te zijn, hè? Ja. Ja, nee, maar de hele wereld is een bedreiging en is een angstmodel geworden. Ik heb wel eens gezegd dat dat komt omdat er te veel juristen zijn die alleen maar in conflicten en risico's denken. Nou, ik denk dat er te veel psychologen en weet ik wat allemaal zijn. Die denken ook alleen maar in. Ik bedoel, iedereen heeft misschien wel een tunnelvisie en daar moeten we uit zien te komen. We moeten juist contact met elkaar maken en weer openstaan en normen en waarden terug in de samenleving brengen. Maar kunnen mensen dat nog leren? Ja. Ik werd in mijn jeugd opgevoed met de gedachte dat de wereld bestond uit white tie dinner and elegant conversation. Mm-hmm. Yeah. Maar het bleek om iets anders te gaan in de samenleving. Wat was iets anders? Machtsstructuren. Geld en drugs en seks en gevaar. Daar lijkt het om te draaien. Ja. Als je nu naar de moderne popsterren kijkt, dat is zo'n wilde wereld van tekst en beeld en geluid en seksualiteit. Het is Nou ja, de seksualiteit moet er ook vanaf. Het moet allemaal natuurlijk neutraal worden. Ja, je mag geen mannetje, je mag ook je vrouwtje meer zijn. Ja, maar goed.
vaak met een theologisch satanisch randje wordt er nog aan toegekend. Hè? Je ziet The Weeknd zie je lopen met een ondersteboven brandend kruis. Allemaal theologische verwijzingen in die. Je hebt het album van Travis Scott wat uitgebracht werd, waarbij op zijn concert werden mensen doodgedrukt. Het was een hele occulte aangelegenheid werd dat eigenlijk. En iedereen ziet dat. Iedereen kan dat ook zien. En dat gaat ook over het internet. Zingt dat rond. Maar er verandert weinig. Ik denk dat dat ook voor veel mensen is waarom ze depressief raken. Want ze zien het allemaal wel. En ze bespreken het ook nog wel met gelijkgestemden. Dus ze vinden elkaar ook nog wel. Via kanalen zoals Een Vrede Reeds Gewonnen. Of Black Box. Of Café Weltschmerz. Of allemaal mensen die hun best doen om aan informatievoorziening te doen. Die ook in die verdomhoek gedrukt worden. Maar ze worden wanhopig, omdat het is zo overduidelijk in het gezicht, maar heel veel mensen zien het niet. Ik heb de veelgestelde vraag aan mij, en die wil ik bij jou leren. Ja. Waarom zien die andere mensen dat niet? Maakt angst dan zo blind? Wat zien ze niet? Nou ja, dat soort occulte gebeurtenissen, dat soort feitenverdraaiingen door de NOS. Ik bedoel, Sinterklaas heeft nu aangegeven dat hij 2 keer gevaccineerd is en dat hij zijn booster gaat halen. Ja, Sinterklaas geeft dat aan. Ja. Waarom gebeurt dat? Wat is dat voor iets dwaas? Ja. Ja. Snap je die wanhoop van mensen? Inclusief ikzelf. Ik denk van, hoe kan het nou dat mensen die dingen niet zien? Dat dat raar is. Het is toch raar dat Sinterklaas dat gaat zeggen? Ja, dat is ook raar, ja. Ja. Ik denk, nogmaals, ik denk dat ze echt zichzelf laten indoctrineren door man. Dat als voedingskanaal te zien in die media, dat lijkt wel een nieuwe afgrond. Hetzelfde als dat die mensen in Den Haag, die lijken leidend te zijn. Er wordt niet meer nagedacht. Ik bedoel, ik als arts heb ook al lang niks meer te zeggen. Ik word niet meer gezien als autoriteit of iemand die toevallig veldervaring heeft. De dierenarts en viroloog Ab Oosterhuis. Die mag iedere dag zijn mantra verkondigen. Ja, terwijl de man is miljonair. Geworden door het economisch belang dat hij heeft. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is dan toch, die corruptie is toch zichtbaar? Dat zou je zeggen, ja. Maar blijkbaar voor jou en mij, maar voor de rest blijft ziende blind. Nee, er was een motie ingediend in de Tweede Kamer om de economische belangen van OMT-leden te onderzoeken. En die motie is verworpen. Ja, dat klopt toch niet, hè? Nee. Nee. Heel vreemd, ja. Ja, maar die wanhoop leidt tot depressie bij veel mensen. Ja, goed, dat kan, dat kan. Ja, en ik merk dat zelf ook. Ik bedoel, vanavond komen ze weer met hun lockdown. Ja, ik bedoel, wat heeft dat ik kijk niet meer, ik voel het wel. Een korte, oké. Okay. Ja. Dat is interessant. Ja. Wat betekent dat? Je kijkt niet meer, maar je voelt het wel. Omdat het wel weerslag geeft, omdat mijn patiënten die ik zie, ik doe mijn werk door, want ik ben zorgverlener. Bij mij is iedereen welkom. Gevaccineerd, niet gevaccineerd. Maar mijn patiënten, die een depressie aan het overwinnen zijn, al jaren, hè, en die dus moeten gaan sporten om dat lichaam fit te houden, hè, de stofjes vrij te laten komen, naar buiten moeten, contact zoeken, sociale contacten nodig hebben, die vallen terug. Hè. Die kunnen niet meer naar de sportschool zonder dat ze een QR-code moeten laten zien. Dus opnieuw wordt mij het werken onmogelijk gemaakt en voor die mensen wordt het herstel onmogelijk gemaakt. En opnieuw zijn deze kwetsbare mensen de dupe van de samenleving die nu moedwillig door de overheid gecreëerd wordt. Ik probeer het daarmee soms te duiden. Maar kijk, jij kijkt mensen in de ogen. Mm-hmm. Psychiatrie is ook heel erg een gevoelskwestie. Dus normaal gesproken wel, ja, maar dat is... Je gaat in met woorden en daden, maar je moet al je zintuigen gebruiken om te voelen en te zien en te kunnen analyseren, te diagnosticeren in de geest van de ander. Ja. De beelden van de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, voor de coronacrisis en na de coronacrisis, dan zie je een heel ander mens. Ja. Ik vind dat eng. Ik zie een waanzinnige. Hè? Ik heb ervaring in de psychiatrie. Forensische psychiatrie gestudeerd. Ja.
En ik zat in de rechterlijke macht, was ik werkzaam. En daar zeiden ze, Sven ruikt de waarheid. Ah, ja, dus je hebt instinctief voel je aan dat dingen niet kloppen. Ik keek altijd, ik ging ook heel veel ruzie gehad. Ging zonder voorbereiding ging ik naar zitting. Mm-hmm. Wegens artikel 2 strafvordering, het onmiddellijkheidsbeginsel. Mm-hmm. Dus als je het dossier leest, dan raak je bevooroordeeld. Ja, dat is zeker. Ja. Dus het fijnste is om naar een patiënt te kijken. Stel, jij neemt een patiënt over van een ander. Ja. Wil je dan een medisch rapport zien? Of zeg je, laat mij eerst maar eens die patiënt zien? Nou ja, dat laatste, ja. Dat laatste, toch? Ja, ja, absoluut. Want het hele medisch handelen is inmiddels een hokjesgeest ook, hè? Zeker de psychiatrie. Ja. Ja. En dan kun je niet meer vrij diagnosticeren. Dan kun je niet meer op je gevoel varen. Ja, precies, ja. Dus als je gevoel zo belangrijk is voor die psychiatrie, dat is een beetje wat ik zeg. Als ik dan zie ik een man in nood. Als ik naar onze minister kijk, ja, zie ik een man in nood. Oh, oké, okay, ja. Yeah. Ik denk dat hij heel veel psychiatrische hulp nodig heeft. Ja, als het dan niet te laat is. Maar ik zou hem zeker opspuiten. Dat is misschien wat drastisch. Je hebt hem nog niet gezien, maar je kunt hem redelijk van een afstand kunnen zien. Hoe die, ik denk dat die man goed niet weet waar hij over praat, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Maar het lijkt wel alsof hij gedwongen wordt iets te doen waarvan zijn geweten hem van binnen aan het opvreten is. Als dat zo zou zijn, dan zou ik als ik hem als gewone functioneel leggen, zoals zijn voorgangers ook al gedaan hebben. De ene is flauwgevallen en de ander is ermee gestopt. Ja. Dan moet hij stoppen met het uitvoeren. Ja, maar dan komt er een ander. Ja, en dan komt er weer een ander. Maar ik bedoel, verhaal tot hoog houden, dat blijft dan wel steeds moeilijker. Want er wordt nog wel eens verwezen naar de heer Bruins. Mm-hmm. Die aan het begin van die coronacrisis, ja, eigenlijk direct verdween. Ja. Had je daar een idee bij toen? Ja, ik denk dat is wel heel erg. Heel erg makkelijk. Want die Hugo de Jonge, ik bedoel, hij was wethouder in Rotterdam volgens mij. En in één keer is hij minister van Gezondheidszorg. Dat is wel een ontzettende carrière sprong. Die heb je nog nooit meegemaakt. Maar mensen. Het is hetzelfde als dat je mij daarop neer zou zetten. Ja. Maar mensen accepteren dat wel. Ja, dat vind ik ook het vreemde. Want en het demissionair kabinet neemt draconische maatregelen. Ja, weer nieuwe wetgeving. Blijft ook geaccepteerd. En ze volgen het dan op ook nog. Is dat allemaal omdat mensen in die angst, succesvol in die angst zijn gebracht? Ik denk het wel. Als ik kijk naar mijn familie, naar mijn. Moet ik toch helaas terugkomen op mijn broer en zus. Mijn zus en ik praten er maar niet meer over. Om de band goed te houden. Maar mijn broer is denk ik totaal geabsorbeerd door de bubbel waar hij in zit. En besmet. Ook door privéomstandigheden. Waarbij je denk ik nu merkt van, oh, het is mogelijk dat er toch nog iets van een dood bestaat. Hè? Het leven is eindig. Ik denk dat heel veel mensen zich onkwetsbaar hebben geacht in onze tijd. En dachten van, het zal mijn tijd wel duren. De dood dat is voor een ander bestemd. En nu is er zogenaamde killervirus. En dan merken ze, oh jee, het leven is toch eindig. Ik moet nu wel heel goed opletten. En daarmee zijn ze ook niet meer gelovig. Dus dan houdt het ook hier op. Hè. Je moet het hier maken. En als je gelooft in een hogere macht, waar je ook bijvoorbeeld toch iets, een vorm van verantwoording moet afleggen, ook hoe je met je naaste omgaat. Ik zal mijn naaste behandelen zoals ik zelf gebehandeld wil worden. Dan wordt het denk ik een ander verhaal. Maar dat is volgens mij voor veel mensen niet meer. Zouden we dan niet heel dankbaar moeten zijn voor degene die deze schifting mogelijk maken? Ja, nou, ik moet zeggen, ik persoonlijk denk dat vaker wel, hè, maar ook heel veel dagen niet hoor. Dan heb ik het best zwaar, laten we wel wezen. Maar ik probeer er wel die positieve draai aan te maken. Want voordat dit allemaal gebeurde, merkte ik wel dat iedereen in zijn eigen leventje leidde. Hè, er was geen verbinding. En nu merk ik wel dat mensen elkaar opzoeken, dat er enorme positieve energieën loskomen. Er zijn allerlei initiatieven en het is ongekend wat mensen op het moment klaarspelen allemaal. Ja, dus er zit. Ja. Oh, hè?
als je twee magneten uit elkaar probeert te trekken, dan merk je dat juist als je ze uit elkaar gaat halen, dat ze veel meer neiging hebben om naar elkaar toe te gaan. Ja, mensen willen ook bij elkaar zijn. Wij horen bij elkaar. Zou het niet mooi zijn als dit het onderliggende idee was van de World Health Organization? Laten we eens kijken of we de mensen kunnen verbinden door ze uit elkaar te drijven. Nou, ik denk niet dat het de World Health Organization is, maar misschien van dat wat wij niet waarnemen, dat dat wel zo is. Als ik het wat cryptischer mag omschrijven. Want wij denken dat wat wij waarnemen, dat het de werkelijke wereld is. Maar ik denk dat er meer is dan dat. Ja. Nou ja, natuurkundig is dat al bewezen dat er meer is dan dat. Ja. Dus, en dan is het nog los van het geloof. Ja. Hoe zou jij... Stel jij bent cultuurpsychiater, zoals Dirk de Wachter of Paul Verhagen. Ja. Dus de Nederlandse samenleving is jouw patiënt. Hoe zou je hem diagnosticeren en wat zou je voorschrijven? Nou... Ik denk dat je de Nederlandse samenleving dan daarmee moet verdelen in bepaalde groepen. Het is nooit één grote eenheidsworst. We zouden eigenlijk helemaal weer opnieuw moeten beginnen met een schone lijn. En de mensen die de meeste zorg nodig hebben, dat zijn nu de mensen met de meeste macht. Althans, dat denken ze. Maar ja, de vraag is of die zorg nog voor hun haalbaar is. Of dat zij toch al te ver heen zijn in hun eigen scenario. Sommige psychiatrische patiënten worden opgesloten omdat ze een gevaar zijn voor de samenleving. Ja, die krijgen TBS en dat levenslang. Ja. Ja. Uit zorg ook voor hen? Ja, uit zorg voor hen en ook uit zorg voor de andere mensen die zijn schade berokkenen. En de andere mensen, gewoon zoals jij en ik, de gewone burger, ja... Die moet je weer leren van, nou, het gaat niet alleen in het leven om presteren of om hoeveel geld je verdient. Maar het gaat om hoe je met elkaar omgaat, dat je weer samen kunt zijn. En dat je respect voor elkaar hebt en dat mensen zich kunnen ontwikkelen. En dat kinderen ook weer leren dat ze kind mogen zijn. Hè? En dat ze talenten hebben, dat ze die ook mogen uitdragen en mogen ontwikkelen. Daar gaat het om, het leven. En dat de natuur, als je hier kijkt op naar buiten, doe je het prachtig. Dat de natuur wordt ook als een bedreiging gezien. Dieren worden als een bedreiging gezien. Hoe wij de afgelopen jaren met kippen, varkens, hoe we daarmee om zijn gegaan. Ook een van de virusje en huppakee, we gaan weer een hoop gezonde kippen vergassen of wat ze er allemaal mee deden. Ja, dat getuigt toch al van dat je absoluut geen respect hebt voor wat de natuur voorbrengt. En dat respect moet weer terugkomen voor de schepping. En misschien de acceptatie dat zelfs de dood een tijdelijke kwestie is. Ja. In het universum gaat niks verloren. Alles blijft bewegen. Alle energie en alle materie blijft gewoon bestaan in een andere hoedanigheid. Ja. Is de mens te kortzichtig geworden dat hij alleen maar denkt dat hij zelf het centrum van het universum is? Dat denk ik wel, ja. Ja. En ik denk daarmee dat je dan ook heel veel macht aan de ander geeft. Je geeft heel veel macht aan de ander. Door te denken dat het leven hier ophoudt. Dat er niks anders is dan dit wat we nu zien. Ja, want dan kan die ander, die kan dan met een machtsstructuur iets van jou afpakken. Waarvan je denkt van ja, maar ik heb alleen maar dit leven. Ja, dus ik heb het hier nodig. Ja, ja. En wat hebben mensen nodig dan, denken ze? Eeuwig leven? Ja, blijkbaar. Maar dan ook nog een goede kwaliteit van leven. Maar wel het eeuwig leven wat ze willen inderdaad. Dus ze denken dat ze dat uit een spuitje kunnen krijgen. En niet vanuit een gezonde appel of een sinaasappel of beweging of wat dan ook. Of gewoon frisse lucht inademen of het contact met elkaar. Ja, maar dat kost moeite. Ja, ik zou zeggen dat kost juist de minste moeite. Want zo'n vaccin, dat kost toch moeite? Ja, want je lichaam moet er tegen vechten. Ja, ik bedoel, feiten, een Indiaanse arts liet dat een keer mooi zien en het RIVM heeft dat ook op de site staan. De natuur is zo opgebouwd dat de afweer van de mens begint eigenlijk al bij de huid en bij de mond. En door een spuit begin je eigenlijk al aan de achterkant met een enorme, hè, je stopt iets vreemds in het lichaam, je krijgt bom, een reactie. En dat geeft dan ook een heftige immuunrespons. Dus je begint eigenlijk daar, waar het lichaam normaal zegt, van je moet eerst stap 1, 2, 3 doorlopen. Als het virus dan al zover zou komen. Want dan is hij al bij stap 1 bijvoorbeeld tegengegaan. Door je keelamandelen. Je lichaam is gewoon absoluut ingenieus in elkaar gezet. Dat realiseren veel mensen zich niet. Ze zijn allemaal vertrouwen in zichzelf kwijtgeraakt. Is degene wiens immuunsysteem zwak is die geestelijk ook zwakker?
Nee, ik denk het niet. Ik denk niet. Dat zijn ook vaak mensen die zeggen van nou, aan mijn lijf geen Polonaise. Maar hun immuunsysteem is... kun je je immuunsysteem boosten met the power of the mind? Ik denk het wel, ja. Door er wel in elk geval vertrouwen in je lichaam te hebben. En niet continu met angst gevoed te worden en met sombere gedachten en schuldgevoelens en schaamtegevoelens. En dat is wat de overheid doet en dat is wat de media doet. Die voeden continu die lage energieën. Heb je ooit positief nieuws gehoord op het 8 uur journaal? Of in de krant? Dus, Nee, maar op de een of andere manier, dat heb ik wel eens vernomen van mediamakers, dat slecht nieuws wordt beter bekeken. Ja, maar dat is de dooddoener. Dat vind ik geen argument. Daar heb ik ook over nagedacht, dat argument ken ik. Oké. Okay. Ja. Ja, ik ben er geen aanhanger van, maar nee, dat is nee, waar men mee komt. Ik geloof dat niet, nee. Nee. Dus nee, ik wil graag positieve nieuws brengen. Ik zie grote kansen. Ik zie wat jij ook ziet. Mensen verbinden. Ja, absoluut. Maar we zien ook moeilijke dingen, zoals wat er bij jouw moeder gebeurt. Ja. En de depressie bij heel veel mensen. Die zien we ook. Ja, maar ook daarmee heel veel veerkracht om toch eruit te komen. Ondanks de omstandigheden nu. Om toch door te gaan en de rug recht te houden. Dat zie ik ook bij die mensen. Ja, dus mensen worden sterker. Ja, ja precies. Sommige mensen worden sterker, anderen niet. Maar die hebben misschien hulp nodig. Ja. Ja. Zeg je dat ook tegen mensen? Zoek hulp bij elkaar? Ja, absoluut. Ja. Ga op zoek naar mensen en blijf niet in een isolement zitten. Want ik ken mensen die zitten met hun gedachten zoals zij erover denken. Alleen, die worden ook getorpedeerd door familie of echtgenoten of echtgenotes. Ik zeg ja, die en die kanalen. Ga daar kijken, zoek gelijk je stem, dus spreek af en ontmoet elkaar gewoon fysiek. Maak contact. En dat is toch blijkbaar heel moeilijk, maar uiteindelijk gebeurt het wel. Is er iets wat we in het drinkwater kunnen doen om mensen uit de angst te halen? Oxytocine, dat knuffelhormoon. Oxytocine? Ja. Is dat, kunnen we dat halen ergens? Is dat maak je nu al samen aan. Oké. Okay. Dus. Oké, okay, goed, fijn. Oxytocine. Maar ja, het is ook goed bij autisme te werken. Zit het in walnoten of in... Moedermelk, geloof ik. In moedermelk. Nou, er was een keer een... Dat mag je niet meer zeggen, het is mensenmelk, hè. Dus pas op. Ik geloof dat er een keer een hele hype was. Dat dat ook heel kostbaar was. En als superfood gold inderdaad. Moedermelk. Ja, ja. Oxytocine. Zet een lachfilm op. Dat soort dingen. Ja. Raak ja. elkaar aan. Voor het slapen gaan kijk ik altijd een filmpje van The Two Ronnies of Fawlty Towers. Ja. Of iets wat ik leuk vind. Precies. A Bit of Fry and Laurie, die 30 jaar geleden al heel scherp waren in wat er nu allemaal speelt. Of Van Coat and the Bee. Ja. Of Piet Bambergen, zo'n slappe klucht, hele slappe grappen. Ja. Ja, lachen hè. Ja, lachen, tuurlijk. Want het is allemaal om te lachen. Ik merk zelf ook, ik met een strak gezicht naar buiten. Ja, ik vond dat je er goed uitziet. Je ziet er goed uit, beter dan een jaar geleden. Ja, dat klopt. Keek je heel boos, je toen. Ja, ik was ook heel boos, ja. Ja, ja absoluut. En dat laten we die boosheid... Ja. Mensen moeten niks, maar zou het mooi zijn als mensen dat kunnen laten varen? Ook hun boosheid en hun wanhoop? Ja, nou weet je, boosheid is denk ik... Kijk, dat wordt ook vaak als negatief gezien. Terwijl boosheid mag er net zo goed zijn. Hè? Want dat is ook een teken denk ik van ontwaken van een grens is bereikt. Boosheid wil niks anders zeggen dan dat de ander over de grens van iemand heen gaat. Ik ben opgegroeid met van, jij mag niet boos zijn. Hè? Iedereen bij mij thuis was boos, maar ik mocht niet boos zijn. Dus dat werkt niet, want dan ga je, dat boze kind mocht er niet zijn. Dus dat werd uit de bus gegooid. Ja. Patiënten weten wat ik met de bus bedoel. Maar dat zorgde ervoor dat mijn boosheid zich opkropte en dan explodeerde. Dus ik heb het nooit goed kunnen reguleren. Dat is ook wat je terugziet vorig jaar. Ja. Nee, ik denk dat je terecht boos was. Omdat, ja, maar ik was heel boos. Maar want dat is wel een ding, hè? De grenzen gaan nog verder opgerekt worden van wat mensen hebben te dulden. Ja, ja. Door ongevaccineerden, maar ook de gevaccineerden. Want de gevaccineerden, die worden ook gewoon de hele tijd
weer terug dat schuld en schaamte. Je moet je derde prik halen, je moet je vierde prik halen. Mm-hmm. Je mag daar niet heen. Je mag zus niet, je mag zo niet. Je hebt Janssen gekregen, dus nu mag jij niet skiën in Oostenrijk. Voor pagina Telegraaf. Ja, een man die wilde heel graag die booster prik, want dan kon die gaan skiën. Ja, nou ja, dat zijn argumenten. Dus ik zou het niet hebben als argument. Maar Wat we zeggen, iedereen zijn vrijheid om te kiezen, maar de vrijheden van mensen worden voorwaardelijke vrijheden. Ja, ja, dat zien ze niet. Maar ze zijn heel druk bezig om die voorwaarden dan in te vullen. Ook de mensen die valse QR-codes, waarvan ik van het begin af aan zei, geen valse bewijzen, blijf daar ver bij weg. Je hebt principes of je hebt ze niet. Ja, want anders doe je toch gewoon mee. Anders doe je mee. En dan is het fraude en dan word je ook nog in de cel gezet. Dus ja, wat heb je dan? Dus blijf daarbij weg. Maar mensen zijn dus druk bezig om die voorwaarden in te vullen. Ja. Zodat ze hun voorwaardelijke vrijheid krijgen en behouden. Ja. En die wordt steeds verder, wordt die opgerekt. Ja, precies. Wanneer zien genoeg mensen van, ik ben nu bont en blauw geprikt. En om mij heen zijn er 10 doodgegaan op onverklaarbare wijze. Ja. Weet je, dat doet mij denken aan het verpleeghuis in maart van dit jaar in Zeeland. Daar werden 10 oudere mensen, die werden geïnjecteerd. En de volgende ochtend lagen er 7 dood in bed. Zo, dat feit. Is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja. Feit. Geen van de nabestaanden, geen van het verplegend personeel en de leiding heeft dit naar buiten gebracht of willen brengen. Nee, dat, ja. Mm-hmm. Want? De vraag is of de nabestaanden dat hebben geweten. Want dat is wat ik bij mijn moeder ook zie. Hè. Die zal met 8 bewoners, waarvan er 3 overgeplaatst zijn of wat dan ook. Maar daar hoor je niks over. Als familie hoor je daar niks over. Dus de enige die naar buiten kunnen treden zijn de mensen van de zorg zelf. En dat is dan mijn vraag. Want jij bekommert je oog. Er zijn heel veel zorgmedewerkers die dingen zien gebeuren, maar zich niet durven uit te spreken. Ja. Ja, ik weet zeker al van 1 zorgmedewerker die naar de inspectie is gestapt, wat ik via heb gehoord, in verband met het gebruik van midazolam. Ja. Bij mensen in een verpleeghuis. Ja. Ja, maar de inspectie heeft er niks mee gedaan. Nee. Dus is dat dan ook weer een remming? Willen mensen geen klokkenluider zijn? Is dat eng? Ja, dat is zeker eng, want wat ik nu vanochtend ook weer hoorde van iemand is dat bij een thuiszorgorganisatie dat iemand, een jonge verzorger of zo, die niet gevaccineerd is, door anderen het leven zuur wordt gemaakt. Hè, die dan als het ware daar steeds op aangesproken wordt. En daarmee krijg je dus dat die verdeling die er nu gaat komen in de samenleving, dat die al binnen de zorg is, zie je er al aan. Ja, daar word je al, als het ware, worden mensen geïsoleerd. En dat leidt tot verdriet. Als jij me dit vertelt, voel ik verdriet. Ja, ja, en het verzuim is gigantisch in de zorg. En dat is natuurlijk ook niet voor niets. Dus er komt niks bij. De stress is enorm. En er wordt maar 1 narratief verteld. En zodra mensen dat niet willen volgen in de zorg, dan is het exit. Zou het goed zijn als de zorgmedewerkers even een weekje het werk neerleggen? Een week schiet je niet meer op. Een maand. Dat de samenleving maar dat zullen ze nooit doen, want het zijn bepaalde types die in de zorg werken. Maar die worden toch misbruikt dan vanwege hun roeping? Dat zeg ik tegen mijn broer en zus ook, jongen. De mensen, dat praat ik tegen de muur. Dan zeg ik ook van waarvoor blijf je gaten vullen, waarvoor blijf je hier meegaan? Dus op een soort masochisme, denk ik dan. Niet voor zichzelf opkomen. Ik weet niet wat het is. Maar het zijn bepaalde types die waarschijnlijk ook misschien al grenzeloos zijn in de liefde voor de ander. Dat denken ze dan. Maar niet in staat zijn om te denken van oké, als ik een grens stel, kom ik ook op voor de ander. En krijg ik misschien betere arbeidsvoorwaarden. Kan ik betere zorg leveren? Ja, kan betere zorg leveren. Maar die blijven maar meegaan. Dus ik denk dat we uiteindelijk moeten zeggen, nou, de ziekenhuizen zoals ze nu zijn, we hebben geen bestaansrecht meer. Dat we opnieuw moeten met een groep zorgmedewerkers, want er is een groep zorgmedewerkersverenigd.nl, een nieuwe zorg moeten creëren, of vitaliteit in de buurt.nl, ook opgericht onder meer door een gepensioneerde huisarts. Dat zijn allemaal nieuwe initiatieven
We hebben gewoon weer bij de mensen kunnen komen. We hebben weer normaal zorg kunnen leveren. Niet de kopie van het systeem zoals het nu is, maar gewoon van hart naar hart. Ja. Gaat het oude systeem daar hard tegen optreden, denk je? Tegen de alternatieven? Daar hebben ze de mankracht niet voor en ik denk ook niet verstand. Nee, denk ik niet. Dat mogen ze willen, maar dat betekent gewoon dat uiteindelijk dat zij toch in het kortste eind zullen trekken. Ik denk dat uiteindelijk het hart van de mensen op de juiste plaats zit en dat de overwinning zal geven. En misschien niet morgen, niet vandaag, ook niet over een jaar, misschien over 5 jaar. Maar dit is toch niet vol te houden. Ja, ik denk dat mooie woorden zijn om mee af te sluiten. Dus door de storm. Ja, we moeten er doorheen. Dit heeft een functie, uiteindelijk. En houd moed, de rug recht, negeer het nieuws, vind nieuwe vrienden. Ja. Lach. Ja, precies. Sport, knuffel, oxytocine. Ja, ga de natuur in. Met alle dank aan de moeders van deze wereld. Precies, ja. Tot snel, Renate. Graag gedaan.